Hi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Track Guide van GP-blog. Deze keer is het de beurt aan de Grand Prix van Duitsland op het circuit van Hockenheim. Vorig jaar hadden we een spannende slotfase waar Lewis Hamilton als winnaar uitkwam. Heeft de Red Bull genoeg race pace om weer mee te doen voor het podium? Wij nemen jullie een rondje mee met de Red Bull van Max. En daar gaan we over start-finish op naar bocht 1 in zijn zevende versnelling. Veel snelheid meenemen, DRS open en dan gaan we direct remmen bij het begin van de curbs. Scherp insturen naar rechts en hier veel snelheid meenemen het rechte stuk op. Want hier volgt een lang rechtstuk met een DRS-zone. En hier waren het vorig jaar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas die met elkaar aan het knokken waren. En toen werd Bottas natuurlijk even teruggeroepen door zijn team. Remmen op 100 meter. Insturen naar rechts, je kan ook een wat wijdere lijn pakken voor een betere exit. En dan gaan we weer naar een klein rechtstuk met een flauwe bocht naar rechts. We gaan weer remmen met het einde van de eerste curbs, insturen naar links. En dit is een bocht waar de banden het heel erg zwaar krijgen. Kijk uit voor de track limits. En we gaan weer op naar een blinde bocht naar rechts. Daar gaan we met heel veel snelheid in. Kijk uit voor de track limits. En vorig jaar was het hier Sebastian Vettel die zijn race beëindigde in de muur op zijn thuis Grand Prix. Insturen naar rechts. Probeer deze als één bocht te nemen. Je kan hier aan de binnenkant erg veel curb meepakken, maar kijk uit voor het grind met het naar buiten komen. Dit was het dan alweer, een ronde over het circuit van Hockenheim. Volgende week zijn we bij jullie terug met een nieuwe Track Guide op de Hungaroring. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.